Beide clubs kunnen een mooie sprong maken op de ranglijst. Twente kan zelfs gedeeld zevende staan, mochten ze 3 punten overhouden aan hun wedstrijdje in de Kuil. En VVV kan over ADO Den Haag heen wippen. Maar goed, dat zijn conclusies die we aan het einde van de middag kunnen gaan trekken. Eens kijken hoe dit zich gaat ontvouwen, deze wedstrijd tussen de huidige nummers 17 en 11 van de Eredivisie. Chris Kuhn keert terug naar een schorsing. En in de plaatsing van Niels Reuzeler. Op het middenveld keert Evert Lindhorst terug. Hij was zeer verkouden in Almelo, speelde daarom niet. En nu dus wel en voorin dus Opoku, Soriano en Haji Wright. Drommel keert terug onder de lat bij FC Twente, was geschorst. En voor de rest eigenlijk nauwelijks verrassingen bij de Tukkers. Garcia houdt vast op 1 positie na zijn doelman na aan zijn elftal dat won van Zwolle. Want ook Nakamura in de basis, dat gaat ten koste van Zegnini. Kreeg rood tegen AZ. Moest een plekje eventjes afstaan aan Brondeel. Maar Drommel, eerste keuze van Garcia. De eerste minuut. Uiteraard niet. Dit beeld kennen we het hele weekend op de velden in Nederland. Het statement van de voetbalclubs in Nederland en de supporters van VVV staan daarachter. Een mooi en warm applaus vanaf de tribunes voor deze actie van VVV en Twente en natuurlijk alle andere clubs in Nederland die daarin hebben meegedaan dit weekend. Tussen 2014 en 2019 dus de assistent van Stijn en ook als speler heel wat wedstrijden hier gespeeld. Maar won nog nooit als speler van FC Twente. 3 keer. Maar zelden. Sterker nog geen enkele keer stapte Jai Dries als winnaar van het veld. Soriano, Opoku, Wright hebben allemaal lengte. Maar geen bal om tegenaan te lopen. Pagonik. Goede ingreep van Post, waardoor Wright de mogelijkheid krijgt om Drommel onder vuur te nemen. En zo is de start hoopgevend van VVV. Pagonik. Nakamura in de achtervolging, maar Pagonik is snel met bal. En die voorzet is ook aardig, maar Soriano kan niet genoeg kracht achter die kopbal zetten. Maar je hoort het aan het publiek. Dat waardeert dit begin van VVV. Met goede moed begonnen. Nakamura. Schever uit het centrum weggelokt. Pagonik neemt die positie daar centraal over. Nakamura, dat gaat toch vrij makkelijk. Wat een schitterende poging zeg. Van Keito Nakamura. Dat hebben we meer eens zien doen dit seizoen. Daar ontsnapt VVV aan de achterstand. Wat scheelde het? Hier wordt Schever behoorlijk voor schut gezet. En dan raakt die bal voortreffelijk. Heeft Kiesbaum geen schijn van kans. Het is een lastige opdracht die Twente heeft. VVV houdt het compact. En vooralsnog ziet Twente niet waar de oplossing ligt. De ingreep van Jansen is stevig. Speelt wel vol de bal. Maar neemt het risico dat hij Latibodjer ook hard raakt. Ja, geen twijfel over mogelijk dat hij de bal speelt. Aitor met de vrije trap. Die slingert weer aardig voor. En wat staat Vuskic daar vrij? Maar die tikt hem net naast. Was het een poging direct op doel of een mislukte aanname? Het werd sowieso gevaarlijk via de voet van die Sloveen. Niemand die hem in de gaten houdt. En dat moeten ze zich bij VVV
toch afvragen hoe dat kan. Roemeratu moet oppassen dat hij hier de bal niet verspeelt. Dat doet hij dan ook niet. Verdonk richting Vuskic. Daar is Schäfer, die is daar helemaal niet handig. En dan is daar Kiesbaum nog. Het kan nog altijd voor Twente, sterker nog. Het lukt uiteindelijk niet. Een heerlijke flipperkast-situatie. Met Vuskic en Espinoza. Met een Twentse aandeel. En uiteindelijk loopt het allemaal met een sisser af voor VVV. En weer ziet Schäfer daar niet helemaal goed uit. Espinoza komt ook niet tot een poging omdat Lindhorst hem de voet dwars zet. Soriano. Op Boku. Knap weggedraaid bij Schenk. Goed meegegeven, zeg op Lindhorst. Uitstekend gedaan door Opoku. En daardoor uiteindelijk de goal van Peter van Ooyen. Prachtige blijdschap in Venlo. En een hoofdrol voor natuurlijk Peter van Ooyen. Maar Opoku creëert het. Want hoe hij hier dit doet en uiteindelijk Lindhorst kan wegsturen, dat is formidabel. Van Ooyen, niemand in zijn buurt. En dan kan hij uithalen met zijn favoriete rechter. Post. Lindhorst. Bagonik. Dan gooi hem maar voor het doel. Met die lange man in een geel shirt. Daar Soriano en het is al 2-0. Er viel lang niets te juichen hier in de Kool. Maar nu in een paar minuten tijd plots twee keer scoorde. Thuis tegen RKC begin augustus toen het seizoen begon. En dit is een knappe goal. Komt goed naar de eerste paal toe. Kruipt voor en knikt hem knap binnen. Vuskic, uitstekende bal zeg. Vuskic, de hoek wordt moeilijk. Kappen, dan wordt de hoek wat makkelijker en is het een goal. Wat een prima doelpunt van Haris Vuskic. En zo Twente op 2-1. Die bal van Aitor, hij loopt simpelweg uit de rug bij Koem. Dan kapt die Schäfer toch weer kinderlijk eenvoudig uit. En heeft Kiesbaum geen antwoord. Busquets. Prachtige opening. Vuskic. Spinoza. Aitor. Aitor. Ruimtes is beperkt, maar hij wurmt zich er knap doorheen. En daar is niet de 2-2. En dat had hij wel mogen doen, Lati Bodger. Versnelling van Pagonik. En die is Nakamura te machtig. Goede bal voor het doel. En de redding. Uiteindelijk van Drommel samen met Lati Bodger. Tobias Pagonik sprint langs Nakamura alsof hij er niet staat. En dit is echt een knappe reflex van Drommel. Nog een kwart wedstrijd heeft FC Twente om in ieder geval een resultaatje over te houden. We hebben die kans gezien voor Lati Bodger in de tweede helft. Maar dat was het aanvallend gezien wel. Wright. Dat is een goede voorzet. Soriano. Kan niet genoeg naar beneden koppen. Ellendige weken natuurlijk hier in Venlo. 7 keer op rij verliezen. Hoop kritiek. Lindhorst, Van Ooyen.
Wright. Vijf verdedigers van Twente, vier aanvallers van VVV. Opoku over het hoofd gezien en Drommel met een perfecte redding. En zo is het niet Twente dat dicht bij de gelijkmaker is, maar VVV dat al een aantal malen bijna op 3-1 stond. Kunnen ze eindelijk weer een keertje juichen na het laatste fluitsignaal. De supporters van VVV. Laatste thuiszegen, 14 september. Toen werd Groningen hier verslagen. Roemeratu. Berggren gaat zo meteen komen bij Twente. Voor Salahi. Aanvallende wissel dus van Garcia Vuskic. Daar is Vuskic, ja natuurlijk, in de handen bij Kiesbaum. Twente houdt gewoon vier man op een lijn achterin. Berggren, goed klaargelegd. Vuskic. Dook daar toch ineens behoorlijk vrij op. Maar met rechts minder zuiver dan met links. Goed werk van Berggren, die hem daar lekker klaarlegt voor Vuskic. Dit had het 2-2 moeten zijn. Nog één keer maar naar voren. Extra tijd zit erop. Berggren nog één keer verlengen. Jansen rost weg. En dan zitten de 6 minuten er ook op. Dit is behoorlijk wild inkomen van Salahi. En nog eventjes een opstootje met Van Ooyen. Nou, dan gaan we ook nog wat kaarten krijgen. Dit is eigenlijk allemaal nergens meer voor nodig. Je eerste overwinning na 7 nederlagen op rij is aanstaande. Geel voor Van Ooyen. En dan klinkt het laatste fluitsignaal. En luister eens naar de ontlading en kijk eens naar de blijdschap.